Goedenavond. Hey. Ja, een glaasje Valanchina van het huis Villa Matilde komt uit de Campanië. En we beginnen wat licht vanavond, een niet houtgerijpte witte wijn. Valanchina is de druif waarvan die is gemaakt. Vrij fruit, moet een beetje denken aan steenfruit en dan wat romige afdronken. Dat klinkt goed, dankjewel. Nou, Timo, op een gave avond, jongen. Heren, menu voor vanavond. Vooraf krijgt u een tartaar van zalm met een salade van aardappel, crème van avocado en een vinaigrette van shallots. Vervolgens gegrilde tonijn met gebakken gamba, gesmeerd op een ravioli van langoustine en coquille en daarbij saus van Noordzeekoud. Het hoofdrecht is gebraden rundebaguette met een mousseline van aardappel en dragon, kapot van rode ui, een ducel van paddenstoel en een jus van rode wijn. Een rundebuffet, ja, het is het staartstuk van het meest smaakvolle stukje rood vlees wat er is. Lekker, hè? Het dessert krijgt u gemarineerde ananas, dat ligt in gegratineerde sabayon en daarop sorbet ijs van kokos. Mooi koen, dankjewel. Ja, zeg maar hoor, het wordt een kort filmpje dan. Ik zeg, hè, deze wijn is ook erg lekker. Maar we krijgen zo'n volgende wijn met goede gerecht. Wat hadden we hierna? Was er weer iets van visachtig? Ja, het was iets met vis, ja. Met coquilles zelfs en zo. Oh, okay, nou, ja, dat vind ik wel. Nee? Nee, maar we gaan gewoon het best doen. Dankjewel. Tartaar van zalm met crème van avocado, daarop gefrituurde avocado, vinaigrette van chalot, safraan mayonaise en aardappelsalade. En hier nog een krokantje van kreeft. Lekker, dankjewel. Alsjeblieft, eet smakelijk. Leuk hier. Ja, mooi is het, hè? Ja, de zalm is heel lekker. Zelfs die gefrituurde avocado, dat is echt grappig. Dat is echt lekker. Smaak, ik vind het heel zielig voor de cameraman achter ons die naar toe kijken, maar dit is echt heel lekker. Ja, mooi rood fruit moet je een beetje denken aan kersen en hij heeft soms iets weg van een ripasso en een ja, wat zachtere, niet al te zware afdronk. Hij heeft wat lager in tannines gebleven. Hij klinkt erg. Hij smaakt nog beter. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou ja, Timo, proost. Dat is soepel, hè? Te volgen. Wat snap je? De vraag. Mooi stukje vlees. Ziet er goed uit. Vooral voor mensen die wel een beetje wat vet op zo'n smaak houden. Zo. De carbonade liefhebbers of mensen die om spare ribs of zo houden. Maar dat is een mooi stukje rood vlees. Het mooiste compliment wat je kan krijgen is dat die mensen niet met hun vinger van die saus af kunnen blijven. Want dan zijn ze klaar, dan wil je uithalen en dan zien ze nog snel eventjes een vinger over aan boord halen. Je begrijpt dus wat ik dus doe. Erg leuk. Dankjewel. Oh. Mijn favoriete gang. Het is het in de desert. Dit is al het hoogtepunt van een verhaal. Ja, ik ben heel van toetjes. Gemarineerde ananas, gegratineerde sabayon met erbij een soort van kokos. Klinkt goed? Het smaakt goed. Nou, dit is wel even een heel mooi toetje. Het ziet er heel mooi lekker uit. Ik heb een warm bord in mijn handen. Het is. Ja, er zit een goede crouton zit erop. Timo zit al te eten, dus dat is een goed teken. Crouton die heb ik al op. Ja, die is al weg. Die zou ik niet doen. Nee? Nee. Die ga je wel hebben. Maar het ziet er gewoon geweldig uit. Dus. Eet maar. Goed, dan de vraag. Is dit nou Rotterdam, Rotterdam of niet? Ergens in de midden. Mooi wijn, natuurlijk. Lekker eten. Je hebt natuurlijk ook de
Bob Beyer. Twee dingen. Eén is, met wie had je hier graag tafel zien? Ja, ik heb wel gedacht aan Yvonne, mevrouw, om, die zal het wel lekker zien om hier te zitten. Dat denk ik dus ook. Ondertussen is het bij deze. Boek het. Ja. Maar dan is het wel mee. Dat kost 135 euro. En macaron. Ja, dat is dan wel weer te waard om. Dit is mijn stijl. Ja, maar wel voor een heel goed. Ja, en ruim meneer. Tot de volgende keer. Zo. Dat was wel lekker, hè? Ik heb echt. Dat was echt heel goed. Dus als je dan toch over een hele mooie tent hebt, dit was het. Jongens, tot de volgende keer. Hele fijne avond.